Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 84 alweer hier in Australië. De laatste race van het seizoen gaat dus beginnen. De laatste aflevering van F1 2021 My Team Career Mode gaat beginnen. Maar heb jij de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Ik kan recht met ietsje. Klik erop, je ziet die video verschijnen natuurlijk. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. De laatste race in Brazilië was voor mij wel goed bevallen. We wonnen daar alweer een wedstrijd. En de strijd om P2 in het klassement is nog close met Hamilton en Verstappen. Australië nog met de oude layout. Dus de baan is hier minder snel. Ik verwacht er toch nog veel van. En de data guy zegt ja, opletten met de rivaliteit. Maar goed, dat weten we allemaal wel. Er zijn geen updates denk ik meegenomen in deze grote prijs. Alhoewel, dat zeg ik van niet, maar blijkbaar van wel. Eentje in Australië. De strijd om ja, wie het snelste team is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hebben Mercedes ingehaald, staan dus nu tweede achter Red Bull. Maar beide titels dus binnengehaald. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de laatste race van F1 2021. My Team Career Mode, we gaan er het mooiste van maken. Hopelijk het seizoen in stijl afsluiten. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer. Geen regen verwacht, dus dat is goed om te zien. DRS hier geopend, jazeker. En dus op naar tijd finish. Kijken wat wij gaan noteren hier in Q1. De eerste twee bochten nemen wij gewoon hartstikke goed. We komen aan bij het laatste gedeelte van het circuit. Bottas met een 1.19.6 naar P1. Schumacher met een 1.20.2 naar P2. Maar dit is allemaal Q1, dus hier boeit het niet zoveel. Schumacher gaat toch ver terugvallen. En wij gaan hier een 1.19.1 noteren. De snelste tijd in Q1 voorlopig. Zijn door naar Q2 met nog ongeveer 1,5 minuut op de klok. Gaan kijken waar wij zo meteen staan. En moeten als het goed is gewoon door kunnen komen naar Q3. De eerste twee bochten nemen wij gewoon weer goed. Weer het DRS geopend voor bocht nummer 3 zo meteen. Die nemen wij ook heel mooi. Komen weer aan bij het laatste deel. Ietsjes te wijd en we patsen daar de exit helaas. We moeten hier alles gaan goed maken in het laatste gedeelte van het circuit. Russell naar een P12 met een 1.19.5. Wij noteren met nog ongeveer 20 seconden op de klok. Een 1.18.9 op 7000ste van Max. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. En ik laat hier heel veel jongens voorbij, want ik wil als laatste start-finish opgaan. Ook Charles Leclerc laten wij voorbij. En dan is het nu aanzetten voor onze laatste run hier in Q3. Onze laatste kwalificatie van F1 2021 My Team Career Mode. Alles geven voor de pole position. Dat is de vraag. Kunnen wij die ook evenaren? Bocht nummer 1 nemen wij goed. Bocht nummer 2 nemen wij goed. Veel snelheid meenemen naar bocht nummer 3. DRS hier geopend. Topsnelheid zit hier gewoon goed. De kwalificatie zit erop. De vlag hangt uit hier in Q3. Van een P10 naar een... Wat wordt dat? Wat wordt onze tijd? Dat is de vraag. We stappen op pole position. Daarachter Sainz op een tiende. Daarachter Perez op een tiende. En wij na P4 op 2/10. Maar Max doet wat hij moet doen. Hamilton start niet in de top 10.
Dus Max heeft een goede kans voor die tweede plek in het coureurskampioenschap. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor de grote prijs van Australië voor My Team Career Mode, aflevering 84. Daar gaan we dan. Hello and welcome from Albert Park, Australia for today's race. And I think it's shaping up to be a classic. Here we are then at the Albert Park circuit. 3.3 miles of bumpy street track, but not a lot in the way of elevation changes. The circuit goes all the way around the lake, taking in 16 corners. Note the DRS zones into turns 1, 3 and 13. They'll offer our drivers a number of good opportunities to overtake. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Gasly, Charles Leclerc and Bottas, Tsunoda, Russell, Joe and Max Verstappen. They've taken a grid penalty. Hamilton, Ricciardo, Lance Stroll and Giovinazzi, Latifi, Lundgaard, Lando Norris and Callum Ilott. Ocon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Armstrong, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We gaan ons opmaken voor de laatste ronde hier in My Team Career Mode in Australië. We vertrekken vanaf P3 op de grid. De lampen gaan aan voor de grote prijs hier in Australië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen wat matig weg. Want Gasly is al beter weg, blokkeren hem daar al gelijk, maar dat lukt niet. Ook Charles Leclerc zit aan mijn buitenkant. Tweede tussen Sainz en Perez. Kunnen Perez daar net niet pakken. En Tsunoda naar P5. Gasly dus helemaal weggeduwd. En dat is P3 in de openingsronde. Positie dus behouden. Nu doorgaan naar Sergio Perez voor P2. De strijd hier om P2 in het coureursklassement gaat tussen Max en Hamilton. En daar vallen we Perez aan die binnenkant. Laat weinig ruimte over. Maar toch wringen wij ons er langs. En het is P2. We zitten in ronde nummer 5 als de strategie wordt gewijzigd. We hebben wat last van de voorvleugel. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar we moeten gewoon het hoofd koel zien te houden. Het gat naar Sainz is 1,2 seconden. Dat is groot, maar we pakken alle tijd goed in sector 3. Dat weet ik wel. Dat gat naar Perez is 17e. Dat moeten wij vergroten, maar dat lukt niet, want die Red Bull is sneller. Ook Charles Leclerc en Gasly zitten te kijken. Klein momentje overstuur op de exit. En we zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Het gat naar Sainz is 1,3 seconden. Dat moet kleiner en kleiner worden. We zitten in ronde nummer 11. Als Sainz naar binnen is gedoken voor zijn eerste pitstop van de dag, Perez zit te kijken voor een aanval. Wij verdedigen hier die binnenkant, gaan terug naar de racelijn. En het is weer de leiding behouden, maar Perez zit wel te kijken voor een aanval. Om P1 van ons af te pakken. P1
En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Perez met ons mee. En naar welke band gaan wij? Dat is de vraag. Perez naar mediums. Wij gaan voor de harde band. 3,0 seconden. En we komen mooi voor Perez weer het asfalt op. En dat is P4. Sainz heeft ons geundercut. Het gat is groter geworden dan normaal, maar daar zien wij Carlos Sainz rijden in een ronde nummer 15 van de wedstrijd. Perez volgt op 2 seconden en Sainz kunnen we hier gewoon in één keer volgen. De harde band ligt ons beter dan de Spanjaard. We gaan het zo meteen proberen bij dat rechte stuk met DRS. Zet de groen in sector 2 neer. Overtakeknop ingeschakeld, DRS aangezet. Lukt dat hier aan die binnenkant? Sainz verdedigt die binnenkant zelfs. We moeten naar de buitenkant kijken. Lukt niet. Hier op de exit dan proberen. Aan die binnenkant. Jazeker. En knijpt Sainz daar af. En dat is P1. Sainz volgt nu op 14e. Perez op 1,4 seconden. Rijdt op die medium banden. Sainz en ik op de harde band. En we zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Waar rijdt Verstappen? Die zit klem achter de Mercedesen. Dus dat is pijnlijk om te zien. Kan er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 19 als daar Perez een aanval doet voor de leiding. Maar we remmen wat later. Schieten hier een beetje door. Perez kan niet terug aanvallen, want wij verdedigen die binnenkant. En dat is nog steeds P1. We moeten scherp zijn. Daar zit Perez aan die buitenkant. Lukt niet, want wij duwen hem daar wijd. En Carlos Sainz kan profiteren. De Spanjaard naar P2. Leclerc zit er ook niet al te dicht achter. Guangyu Zhou kan misschien ook naar ons toe rijden. En we zitten in ronde nummer 20. Als Sainz daar een aanval probeert aan de buitenkant, lukt meestal niet. En dat is weer P1. Want een klein momentje op de exit. Hadden een momentje overstuur. Perez valt Sainz weer terug aan voor P2. Zit daar aan die binnenkant. En Perez heeft ons geraakt. Voorvleugelschade voor de Mexicaanse coureur moet nog een keer naar binnen. We hebben het hier lastig. Sainz kan hier nergens naartoe. Zit klem. En nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus het wordt nog wat. We zitten in ronde nummer 21. Een ronde later. En Sainz probeert het. Maar kan er niet voorbij. Oeh, momentje van Perez. Momentje van Perez. En die valt daar Sainz aan. En die raken elkaar. Sainz met een kapotte voorvleugel. Of is dat Charles Leclerc geweest? Dat is Charles Leclerc geweest. Denk ik. Niet Sainz. Ja, Charles Leclerc is het geweest. Die daar een aanval op ons deed. En zijn voorvleugel kapot is gereden door Perez. En Zhou dit keer naar het podium. Sainz op P4, Bottas 5. Daarachter rijdt Hamilton en Verstappen. Dus Max gaat die tweede plek niet halen. Dat is jammer. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. Als daar Perez weer dicht op onze achterkant rijdt. We duwen hem daar wijd, maar dat lukt niet. Remmen wat later dan de Mexicaan. Duwen hem daar volledig wijd. En dit keer is zijn teamgenoot Guangyu Zhou naar P2. Bottas kan naar ons toe rijden. Dat gat is 1,3 seconden. Wordt alsmaar kleiner en kleiner. Zhou kan hier helemaal niks. Zit volgens mij net te ver weg. En we zitten in ronde nummer 23. 5,2 seconden is het gat naar Max Verstappen. Daar zit Zhou aan die buitenkant. En dat lukt. Hij is er voorbij. We kunnen meeremmen. Nou, Zhou laat hier geen ruimte over. Maar dan doen wij dit agressief om te zorgen dat de Chinese coureur ons toch ruimte biedt. En dat is weer P1. We zitten in ronde nummer 24 als Zhou het daar probeert aan die binnenkant. Laat remmend. We moeten actie ondernemen. Raken elkaar daar. En Charles Leclerc zet de snelste race ronde neer met een 1.21.0. Beetje wielbengen met de Chinese coureur. Perez zit er ook in één keer te kijken. En Sainz dit keer naar P3. Wij blokkeren Sergio Perez. Kan er niet langs.
En ook Max Verstappen is aangedrongen. Dus dit is precies wat ik wil. Ik wil zorgen dat Max mensen gaat inhalen. Wij gaan hier gewoon heel hard verdedigen. De rest naar de buitenkant lukt niet. Wordt daar wijd geduwd. Dan heeft Perez zometeen nog dat DRS gedeelte in sector 2 en 3. Het gat is 15e. We hebben hier geen goede exit. Perez naar de buitenkant. Raakt onze sidepod. En Perez moet volgens mij nog een keer naar binnen. Op die harde band is het alleen maar overleven en overleven. Duikt Perez naar binnen? Nee, Perez duikt niet naar binnen. Gaat gewoon nog een ronde door met die kapotte voorvleugel. Heeft DRS van ons. En Slipstream kijkt naar de buitenkant in ronde nummer 25. Dat lukt, maar we duwen Perez volledig wijd. Raakt ook Carlos Sainz. Sainz naar P2. Perez naar 3. Zhou naar 4. Bottas 5. En we zitten in ronde nummer 25. Nog 4 rondes te gaan. Einde ronde nummer 25 als Carlos Sainz naar binnen duikt. Vanwege die touché met Perez. En diezelfde Perez zit te kijken. In de slipstream. Aan de buitenkant. Is er langs? Kan het ook afmaken? Nee, kan het niet afmaken. En Zhou zit dit keer te kijken voor P2. Is Perez gepasseerd met nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. En kijk zelfs voor een aanval. Bottas doet daar voor P3 een poging op Perez. We stappen naar 5. Er gaat iemand uitvallen. En dat is volgens mij Charles Leclerc geweest. Die daar is uitgevallen in de wedstrijd. Charles Leclerc niet door. In ronde nummer 27. Of was het Carlos Sainz? Weet ik niet zeker. Ik weet wel dat Perez daar naar P1 gaat. Wij proberen hem hier nog af te stoppen. Dat lukt niet. Ja, wel, dat lukt wel. We hebben hier wat meer topsnelheid. We rijden met dezelfde motoren. Nu we Perez daar flink wijd. En dat is weer de leiding in handen van ons. We stappen naar P6. Gaat denk ik die derde plek verliezen aan Valtteri Bottas in dat coureursklassement. Het gat naar Hamilton is denk ik te groot. En Perez dit keer naar de buitenkant. Raken elkaar daar. Meerdere keren. En die hele voorvleugel van Perez is weg. Perez gaat hier de boel ophouden. Zhou voorbij aan zijn teamgenoot moeten de concentratie hoog zien te houden. Want maken daar een klein foutje. Ziet er ook iets te ver door. En Zhou heeft geprofiteerd. Perez dus naar binnen voor een nieuwe neus. In ronde nummer 27. En Stroll pakt Verstappen. Dit is niet goed voor mijn teamgenoot met nog 2 rondes te gaan. Niet goed van Verstappen. En wij moeten gaan verdedigen van Guanyu Zhou. Kijk naar de buitenkant. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Want we laten hem staan. Heel hard staan. Zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Als Lewis Hamilton namelijk is toegereden. Zhou naar binnen geweest. Verstappen naar P5. En we voelen een tik en Hamilton weg in de grote prijs. Heeft onze achterkant geraakt. Hamilton weg. Bottas naar P2. Stroll gaat hier een podium pakken. Of Verstappen kan nog iets doen. Maar ik ben bang dat dit hem is. Russell naar P5. Jammer van Lewis. Die daar ons heeft geraakt op het linker achterwiel. Kan Bottas hier nog iets voor de grote prijs? Zit eraan te komen, maar zit net te ver weg. Jazeker, we gooien de deur daar gewoon compleet dicht. Max redt het niet en verliest die plek volgens mij aan Bottas, als ik dat goed zeg. Of aan Hamilton, weet ik niet zeker. Jammer. Jammer van Max. Wij gaan hier de laatste wedstrijd winnen in My Team Career Mode. Pakken hem in stijl. En dan is het op naar F1 22. Fantastic. You've won the Grand Prix. It's been a roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think?
But I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier ben ik dus uit van de wedstrijd bij me in de grote prijs van Australië. Max pakt helaas net niet Lewis in het klassement, maar pakt wel Lando Norris voor P3. Jammer, 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 jammer. Max werd vierde in de grote prijs. Bottas 2, Stroll 3. En volgens mij een aantal uitvallers, als ik dat goed zeg. 2, Sainz en Lundgaard. Hamilton toch nog geclassificeerd, terwijl hij uitviel. Maar het teamacclaim is gewoon goed zoals altijd. 29 voor mezelf, 24 voor mijzelf en Max 23. Sponsoren 2,53 miljoen binnengeharkt, wat schade gereden door mezelf en Max. 17,5k misgelopen in totaal. $272,43 miljoen op de bank. Dat kunnen we niet meer gaan besteden, want My Team Cremo zit er officieel op. Dit was de laatste video van allemaal. Alles. Het zit er helaas op, mensen. My Team Career Mode is afgesloten. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze serie. 84 video's is gewoon ontzettend veel. Nogmaals, bedankt voor het kijken naar de serie. Maar goed, dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021. Misschien doen we nog iets anders. Misschien gaan we wachten tot F1 22. Misschien gaan we verder met F1 2010. Ik moet het allemaal even kijken. Maar voor nu hartelijk bedanken voor het kijken naar deze serie. Ik heb sowieso genoten. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like die als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. @GianAnSchaaf op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruik is in de beschrijving. Dit was de Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal.